Noordwijk Drenthe is eigenlijk een wezenlijk bestanddeel geworden van Vitale Vakantieparken. Maar we hebben ons als doel gesteld, dat het 12 Drentse gemeenten, om tot een toplocatie te worden in Nederland wat betreft het vakantievieren. En daarvoor heb je toch wel ook een goede samenwerking nodig. En dan past ook een begrip Nober. Goede buren zijn van elkaar, past daar ook uitstekend in. Maar dat behelst ook veel meer dan alleen dat. Met name mensen die in sociale nood verkeren. En eigenlijk als onderkomen op een gegeven moment op sommige campings zijn terechtgekomen. En daar eigenlijk permanent verblijven. Met andere woorden, er komen ineens sociale problematiek op naar boven. Ik denk dat we op dit moment gestart zijn met die samenwerking met het OM, politie en OGGZ en allerlei andere aanverwante diensten. En die samenwerking die uit zich eigenlijk door met elkaar te luisteren naar de problematiek die speelt. En niet alleen maar te gaan voor het eenvoudigweg aanpakken en handhaven. Maar dat we met elkaar gezegd hebben, ja jongens, nu we deze problematiek boven zien komen drijven, gaan we ook veel breder daarop insteken en proberen we aan de voorkant de mensen af te vangen en te voorkomen dat ze met het strafrechtelijke circuit bijvoorbeeld in aanraking komen. Vaak zien we dat we bepaalde meldingen krijgen op zo'n vakantiepark. En die gaan we dan als casus, als afzonderlijk verhaal, gaan we die vaak afhandelen. We komen wel steeds meer meldingen tegen van ondermijnende activiteiten op die vakantieparken. Maar wat van belang is, wat we de laatste tijd steeds meer zien, is dat we vanuit een integrale aanpak die veiligheid en die ondermijning kunnen aanpakken. De gemeente heeft daar een hele belangrijke rol in. Die kan daar uitermate goed in ieder geval ondersteund worden door de taskforce. Maar ook het RIC, de RIEC en het OM hebben daar een belangrijke rol in. Nou ja, in de driehoek zit je natuurlijk als burgemeester, als openbaar ministerie, officier van justitie en de politie bij elkaar. En daar moet je prioriteiten stellen, want de politie kan niet alles tegelijk. De capaciteiten zijn beperkt, maar je kunt wel kijken, de informatiepoot van de politie is heel groot en sterk. En daar kun je dan ook prioriteiten stellen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt van wat is de problematiek op een park. Dat kan natuurlijk meer in de sociale hoek zitten of meer in de criminele hoek. En voor ons is met name een voorbeeld van mensenhandel. Als daar dus dat soort dingen gebeuren op een park, ja, dan hebben we natuurlijk heel veel belang bij om daar streng tegen op te treden. Nou, ik denk dat het met name belangrijk is dat je ook de kennis die je hebt samen benut van waar ligt het accent. En dat je ook samen bepaalt, ga je zeg maar meer vanuit de strafrechtelijke hoek naar binnen of kijk je vooral uit de sociale hoek. En je kunt elkaar ook scherp houden van dit is voor jou en dit is voor mij. Maar we gaan het wel samen doen. Op de recreatieparken komen zeker hulpbehoevende mensen voor. En denk bijvoorbeeld aan mensen die dak- en thuisloos raken. En die kunnen in principe gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Maar soms is daar geen plek of mensen willen daar niet naartoe. En dan zoeken ze tijdelijk hun heil op vakantieparken. Zeker komen daar ook zorgmeiders voor. Hè, mensen die wat onder de radar willen blijven. Ja, zeker kunnen dat gevaarlijke situaties opleveren. En denk bijvoorbeeld aan iemand die dag en nacht zijn oven heeft aanstaan in de caravan om het maar warm te krijgen. Of mensen met psychische problemen waarbij sprake is van zelfverwaarlozing. Nou, op verzoek van de gemeente kunnen we vanuit de OGGZ bemoeizorg. Hè, in samenwerking met zorginstellingen, met lokale welzijnspartijen. Hè, een inventarisatie maken van de sociale problematiek en een plan van aanpak. De vakantieparken. Dat is ook de manier waarop wij de gemeente ondersteunen. Als het gaat om wat wij kunnen betekenen vanuit Nober, inhoudelijk gezien, dan is er een expertteam die kan gemeente ondersteunen bij de aanpak van de problematiek op de vakantieparken. Nou, daarbij kan je denken aan sociale problematiek, permanente bewoning, ondermijning en criminaliteit. Project Nober Drenthe bestaat uit drie fases. Te weten, de eerste A-fase is de aanmelding. De tweede is de informatie verzamelen en de informatiepositie verbeteren. En de derde is de uitvoering. Dus bij een aanmelding gaan we echt kijken van, kunnen we vanuit Nober ondersteuning bieden aan de gemeente en het betreffende park. En bij de informatiepositie, dan gaan we ook wel het park op. We gaan alle informatie verzamelen om een goede informatiepositie te krijgen. En bij de derde fase, dan gaan we de uitvoering in. En dat is de aanpak van de problematiek op het vakantiepark. Nou, we willen graag een goed actueel beeld van het park krijgen, omdat we vervolgens moeten weten wat daar speelt om daadwerkelijk de sociale problematiek, ondermijning en criminaliteit die op een park zich voordoet ook aan te kunnen pakken.
Nou, we halen informatie op bij de gemeente zelf, vragen ook andere ketenpartners om informatie. We kijken dan wat is er beschikbaar, wat weten we al van het park, wat weten we nog niet. En informatie die we nog niet beschikbaar hebben of wat we nog niet weten. Daarvoor gaan we echt daadwerkelijk naar het park. Bezoeken we het park en gaan we in kaart brengen naar wie daar verblijven en waarom ze daar verblijven. Nou, op het moment dat we informatie op een rijtje hebben, dan koppelen we dat terug richting de gemeente. En we laten hen de informatie weer zien over de actuele situatie op een park. En we geven ook een advies hoe wij denken dat zij het beste de problemen aan kunnen pakken. Nou ja, zij beslissen vervolgens of ze met ons weer verder gaan om echt invulling te geven aan de uitvoering. En dat volgt dan in fase 3. En je kan niet met een park aan de slag gaan als je niet weet wat de toekomstvisie is. En dus dat is een van de belangrijke punten die van tevoren besproken moet worden. Op het moment dat een park gaat transformeren, dan ga je heel anders om met de permanente bewoning op een park dan wanneer een park weer vitaal, recreatief sterk moet worden. Hè? Als het toeristisch park weer terug moet worden, dan pak je de permanente bewoning op een hele andere manier aan. Deelname aan Nobe Drenthe is kosteloos voor de gemeente, maar we verwachten wel dat zij capaciteit leveren. In die zin dat er toezichter beschikbaar is om bijvoorbeeld mee te gaan met een parkbezoek. En we verwachten ook dat er een contactpersoon beschikbaar is om informatie vanuit de gemeente aan te kunnen leveren. Mocht de gemeente al in een ander traject van vitale vakantieparken zitten, dan kan het traject van Nobe Drenthe parallel daaraan lopen. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in Nobe Drenthe kunnen zich aanmelden via de website van Vitale Vakantieparken Drenthe.